Goedendag iedereen op YouTube. Gisterenmiddag ben ik even langs geweest bij Rentena Hengelspot in Koog aan de Zaan. En daar heb ik drie nieuwe kleuren reppen gekocht. Zoals jullie natuurlijk allemaal al weten, is de repper sinds enige weken weer verkrijgbaar. Nou ja, ziet er eigenlijk hetzelfde uit natuurlijk als de oude repper. Alleen weet ik dat die uit een andere fabriek komt. Dus of hij ook precies hetzelfde vist als de oude repper, zou ik niet weten, maar dat gaan we binnenkort wel even proberen. Vooral deze kleur vind ik erg mooi, die zilverkleurige. En de redhead met de zwarte stippen. Echt een hele mooie kleur. Dus dan gaan we binnenkort hier in de polder wel eens mee vissen. Nou, wat ik verder tegenkwam was een nieuwe plug jerkbait van Savage Gear. Genaamd de Jerkster. Hij is 14,5 centimeter lang en weegt 66 gram. Nou, het leuke van deze plug is dat er eigenlijk twee dingen. Aan de achterkant zit een haak met een pluimpje, wat veren, zit er standaard op. En aan de bovenkant zit een opening. Ik hoop dat je het een beetje goed kunt zien. En daar kun je extra gewichtjes in doen. Er worden bijgeleverd drie zware balletjes en twee kleine plastic balletjes. Als je hem heel ondiep wil vissen, dan doe je er in principe helemaal niks in. Dan kun je alleen deze twee plastic balletjes erin doen. Wil je hem wat dieper vissen, kun je hem aanvullen met die kleine metalen balletjes. Er zitten ook twee soort dopjes bij. Dat zijn deze dingen. En die passen precies hier in de bovenkant. Dus je kunt hem helemaal aanpassen aan je eigen wens. Nou, verder vind ik de kleur echt super. Echt een hele mooie kleur. Ik heb hem gisteren eventjes achter de winkel geprobeerd. En de actie heeft wel wat weg van de repper. Iets minder dat hij uitslaat. Maar ja, gewoon een hele mooie jerkbait. Ik ben heel blij mee. Dus die gaan we ook eerst proberen. Oké, nou verder wil ik nog even zeggen dat we ook nog wat stickers hebben. Voor de mensen die nog wat stickers willen hebben. Laat even je naam achter op YouTube. Of stuur me een e-mail via roofvisnet@gmail.com. Als je me daar even een berichtje stuurt met je adres, dan stuur ik twee stickers naar je toe. Oké, nou we gaan ook binnenkort wel weer vissen. Dus dan nemen we natuurlijk de camera weer mee. En dan hopen we een leuk filmpje te maken. Oké, tot ziens. Tot de volgende keer.